Oh mijn god, heel die auto gewoon ramvol tot het dak aan toe. Ik heb je zomer in mijn bol. Nou ja, heel veel zomer kan ik het niet noemen, jongens en meisjes, want moet je eens even kijken naar buiten. Het is grijs, het is bewolkt, het regent de hele dag door. Dus de benaming zomer komt niet echt tot z'n recht. Hey iedereen, leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe vlog. Zoals jullie weten hou ik van het mooie weer, zodat ik dan dingen kan doen, dingen kan ondernemen, content kan maken voor de vlog. En op een grijze dag als dit is het altijd lastig om een idee te bedenken voor de video. Maar volgens mij hebben jullie toch al een titel en thumbnail gezien? Dat komt wel goed. Het is eerst tijd voor mij om überhaupt even wat kleding aan te trekken, want ik kan moeilijk halfnaakt zo meteen de auto instappen. Want we moeten even wat spulletjes halen. En dat ga ik niet alleen doen, ik ga Rowan zo meteen even oppikken. Zoals de meeste van jullie weten, een goede vriendin van mij. En dan is het tijd om gewoon even een keer gek te doen. Ik ben vanmorgen teruggekomen van mijn werk, ik heb even een hapje gegeten. Toen ben ik heel even kort op de bank gaan liggen, gewoon even relativeren, weet je wel, van de werkdag. Van oké, hoe ga ik mijn dag vandaag invullen, want het is echt rot weer. Ik heb een lijstje op mijn telefoon staan met een aantal vlogideeën. En toen kwam ik deze tegen, toen dacht ik, weet je, scheid, we doen het gewoon. We gaan gewoon lekker naar de action. Haal een boel van die ballonnen in, ruim me gewoon die auto vol. Het is daarentegen ook wel een idee waarvan je denkt, wat moet je ermee? Ik bedoel, het kost geld, het levert je niks op. Nou ja, het levert wel wat op en dat is gewoon lachgier de brullen. Ik ben gewoon benieuwd hoeveel ballonnen er in mijn auto passen. En hoe het eruit ziet als ik er bijvoorbeeld 500 in heb zitten. Ik weet nog niet helemaal of ik er 500 of 1000 ga halen. Dat hangt er een beetje vanaf wat het kost in de winkel. Ik heb wel een beetje gegoogeld en het valt wel mee. Maar ja, het moet wel leuk blijven. Het moet niet een te gekke investering worden. Het is gewoon een grappig idee. Op deze grimmige dag, ja, je moet wat met je dag doen. En anders zou ik ook echt niet weten hoe ik mijn vlog zou inplannen voor vandaag. Ik moet alleen eerst even ruimte maken in mijn auto. Want er ligt nog van gisteren mijn hengel, die ligt er nog in. Die dus weer gebroken is. En hier een zakje met visspullen. Dus dit gaat er even uit. Want met zo'n losse vishaak in de auto met ballonnen, dat gaat niet helemaal werken, denk ik. Sowieso moet ik nog wel even terug naar de viswinkel voor die kapotte hengel. Maar ja, ik zou dat eigenlijk vandaag doen, maar ik ga het sowieso wel deze week doen, denk ik. Maar ik stel het een beetje uit of zo. Kijk, het is niet mijn fout, maar alsnog, ik vind het zo ongemakkelijk dat het weer gebeurd is. En dan kom je weer aan van, hey, ik kom weer even kijken bij de garantie, weet je wel. Maar ja, probleem voor later. Ik drop hem voor nu in ieder geval lekker binnen, dat ik er in de auto geen last van heb. Oh, wacht, vishaak op de bank is misschien niet zo heel handig. Oké, dan zet ik hem hier zo tussen de muur. Netjes. GoPro'tje mee voor de timelapse. Deur op slot. En dan gaan we naar de winkel. Kijk, dit bedoel ik nou. Ik stap de auto in, het begint gelijk met regenen. Welkom in Nederland, jongens. Ik blijf erover zeiken. Maar ja, ik blijf het ook zeggen. Ik ben een buitenmens. Dus als het weer slecht is, ben ik ook gelijk helemaal van me apropos. Maar dat maakt niet uit, want dan gaan we wat leuks doen. En ik zei van, we gaan nu naar de winkel. Maar we gaan uiteraard eerst Ron even oppikken. Kijk nou, dan komt ze aangerend in de regen. Oh, hij staat lekker scherp. Echt top dit. Is dit een kut idee? Ja. Uiteraard is dit een kut idee. Ik heb ook spierpijn. Spierpijn waarvan? Ik heb gisteren. Nee. Ik heb flink lopen naaien met iemand of zo. Nee. Wat moeten we nou met dit zeiken? Ja, ik weet ook niet waarom dit. Jij dacht dat dit is een goede dag om ballonnen. Ja, nou, maar ik zag het tegen de vlog. Ik zeg, ik ben een buitenmens, weet je wel. Als het lekker weer is, wil ik dingen doen en zo. En vandaag kan je niet zoveel doen. Nee. En dat met die ballonnen is in de auto. Dus in principe zitten we droog. Nee, helemaal. Zit je, we gaan het in de auto opblazen. Ja. Ah, oh, wat slim. Ja, want anders sta je buiten in de regen. Ja. Dat is toch kut, dat wil je niet. Nee, maar hoe lang duurt het voordat we die auto voeren? Ja, dat weet ik dus niet. Maar we beginnen gewoon met de mond blazen, denk ik. En als het te veel is, dan moeten we gewoon even kijken of het pompje is of zo. Je hebt helium bij de. Ja, maar als ik 500 heliumballonnen in die auto doe, gaan we vliegen, hè? Ik bedoel, zeg maar. Zo'n pompje. Oh, misschien heb je die ook wel. Nee, geen idee. Maar ik weet niet wat dan sneller gaat. Ja, we zien het wel. Oké, het zijn er 50 in de zak. Dus we nemen het, denk ik, 10 mee. Kijk, weet je wat het is? Hoeveel ballonnen denk je dat er in je auto zit? Dat zijn 500 ballonnen, maar ik dacht eerst 1000, want dat klinkt leuker. Alleen 1000 ballonnen opblazen is 500 de man opblazen. Dat is niet te doen, dus ik denk dat ze 10 van deze meenemen gewoon zo. 2, 3, 10. Moeten we ook nog eentje met dino's? Of je hebt vast nog wel leukere, gewoon. Ja, hier met confetti erin. Ja, nee, dat gaan we niet doen, want dan ligt mijn hele auto onder de confetti. Nee, eentje. Verdomme. Oh, met hartjes. Oh, nee, ja, nee, klaar. We gaan naar de kassa. Kom, nee, kom. We hebben genoeg. Ook zo'n pomp. Kijk, hoeveel ballonnen we hebben. Dit is meer dan genoeg. Ja, we hebben hier ook een pomp. Kijk. Ja, hier. Ja, maar dat is elektrisch. Ik ken ook niet. We moeten er wel 2 hebben. Ja. Kijk hoeveel ballonnen er zijn. Gaat het passen, denk je? Ik weet het niet. Nee, ik denk echt. Ja, maar daarom. We kunnen er wel 1000 meenemen. Maar dat, en ze hebben het. Nou ja, dat hebben ze wel. Maar dat gaat nooit passen. Ik denk dat oprecht iedereen zo'n zakje opblaast en dan zijn we klaar. Dat denk ik echt. En we gaan beginnen met onze mond en dan uiteindelijk met dat pompje. Kijken hoe ver we komen. Ik heb zojuist €16 uitgegeven aan ballonnen. Zo,
nu kan ik rijden. Dus. Jongens, we hebben de auto even op een plekje neergezet waar we niet raar aangekeken worden. Want ik dacht van ja, we kunnen daar wel bij de supermarkt doen. Maar je weet hoe een dorp werkt, iedereen kent iedereen. Dus dan moeten we waarschijnlijk 100.000 keer gaan uitleggen wat we aan het doen zijn. En hier hebben we alle ruimte ervoor. Cool. Nou, zeg maar, dat ik dit idee had, dacht ik ja, dit wordt leuk. Maar nu denk ik, oh ja, nu moeten we ook echt serieus waar 500 ballonnen gaan opblazen. 500 is echt veel, hè? Ja, ja. We hebben de pompjes. Ja, we hebben de pompjes, maar ik ga wel met mijn mond beginnen. Ik ben gewoon benieuwd hoeveel ik aan kan. Nou, de eerste zak gaat open. Oh, mijn god. Nou. Santé, hè? Ja, santé, buur. Zo, dit wordt veel blazen. Hoe groot wil je ze hebben? Ja, ja, dit is echt een smerige ballonnensmaak. Ja, weet ik niet. Gewoon 2-3 keer blazen of zo. Ik denk ook straks dat onze hele vingers het niet meer aankunnen. Dat pijn doet. Oh, dat knopen. Dat knopen. Zo, inderdaad. Het was vroeger altijd zo irritant, dus dat er op een feestje was of zo en dat iemand dan zo. Oh, eerlijk, deze boer denkt dat we aan de lach gaan zitten nu. En kijk! Dat zou een stunt zijn, hè? Dat er dan politie komt omdat ze een melding krijgen van lachgasgebruik achter het stuur. Ja, wat zijn we hier aan het doen? Ja, we zijn 500 ballonnen aan het opblazen voor de lol. Nou, ik denk dat we bij elkaar nu allebei zo'n klein beetje een half zakje op hebben. Maar moet je kijken, de hele achterbank ligt al vol. En Ron die zei net, moet je de banken niet plat doen. Toen dacht ik eerst van, nee, maar dat krijgen we nooit vol. Maar als ik dit zo zie, we hebben zoveel zakken nog. Dus ik denk dat ik maar even de banken plat moet gaan doen. Succes, hè? Ja, bedankt. Moet alles naar voren. Oh, ik word ook echt zeiknat hier. Okay. Dit kan ik wel vanuit hier doen. Oh, zo, ik ben echt 10 seconden buiten. Het voelt echt alsof ik het water heb. Ik ben gesprongen. Ik wil eigenlijk wel weten hoe dit werkt. Ik wil toch gewoon eentje. Ik weet nog niet of het heel veel sneller is. Dit duurt echt 100 uur. Ja, dit duurt langer denk ik. Maar dit is misschien goed dat als je kramp in je kaken krijgt, dat dit het even overneemt, weet je. Oké, we gaan proberen wie het verste komt met één adem om ballon op te blazen. Oké. Doe jij eens maar. Nee, tegelijkertijd. Oké. 3, 2, 1. Kut, dat lukt niet. Ik krijg op mijn toetje niet, op mijn mond niet op mijn toetje. Oké. En nu jij. Oh nee! Wow! Wow, maar dit is heel veel groter. Maar je mag nog een keer. Je krijgt een. We doen alle twee dezelfde kleur, want ik heb het idee dat het ook aan de kleur ligt. Gast, ben je serieus? Ja, doe groen. Oké, 3, 2, 1. Ja, maar jij bent ook een grote kerel. Je bent een grote jongen. Oh, jongens. We zijn nog maar bij het eerste zakje. En het raakt nu gewoon al vol. Maar we moeten tot het dak aan toe, hè? Ben je al buiten adem? Nee, ik heb honger. Honger? Nee, ik heb honger. Maar als we klaar zijn, gaan we even met dit door de McDrive. Ik ben wel benieuwd hoe die medewerkers reageren. Roman is gewoon al door het eerste zakje heen, joh. Ja, joh. Ja, ik loop 2 ballonnetjes achter. Ik heb er nog 2 en dan ben ik ook door mijn eerste zakje heen. Maar kijk nou even. Het is zo hard aan het beslaan hier binnen. Dat is niet normaal. Wat zullen mensen van buiten van die denken? Ik wil het niet weten. Ik wil het ook niet weten. Doet er niks? Oh, dit voelt echt grappig. Je moet er... Oh. Oké, dit is top. Ah, het eerste zakje. Hij is er doorheen. Op naar de next one. Oh, we hebben zoveel te veel. Oh. Dit gaat nooit allemaal in de auto passen. Het gaat echt nooit passen. Nee. Nou, we komen nu echt op het punt dat alles er maar naar voren gaat vallen. Dus alles wat we naar achter gooien, komt gewoon weer terug. Nou, dit voelt zo satisfying. Mijn hand hierin te steken. Oh nee. Oh nee, 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 nee. We moeten alleen dit gedeelte vrij houden, want ik moet nog kunnen rijden, hè. Oh, ik ben helemaal verwilderd. Dizzy. Dat niet. Stel je voor, je bent gewoon een ballon aan het opblazen voor een feestje. En op een gegeven moment ben je gewoon leeg. En dan ben je zo aan het blazen. Ik ben gewoon fucked up. Ik ben gewoon in het dak. Gewoon voor de leuk. Ja, je moet wat te doen hebben met slechte weer, hè? Ik kan nooit zin om het aan te blazen. Nee? Nou, heel de auto vol. Ja, we hebben niks te doen. Filmpjes maken. Op het internet, ja. Oh, dit is echt geniaal, hè? Er komt een vrachtwagen voorbij gereden, die stopt hier voor de auto. En die man die moest lachen, dus die kijkt even naar binnen en die denkt, wat gebeurt hier in godsnaam?
Dus hij zwaait even, doet even een duimpje, doet zijn deur open. Hij zegt, wat zijn jullie aan het doen dan? Ja, ballonnen opblazen, voor het leuk. Oh, nou, ik heb veel dingen gezien, maar dit nog niet. Ja, wel leuk dat je zo iemand dat lachen kan maken. Wie weet dat hij wel een hele slechte dag. Ja, en nu is het dag gemaakt met ballon inhouden. Hadden we moeten zeggen, wilt u een ballonnetje? Shit, hadden we moeten doen. Zult iedereen, we hebben er genoeg. Ja. Maar waar bleef je tactiek? Je was alles keurig aan het wegproppen hierachter. Ja, maar dat mislukte, want alles... Dat lukt niet echt meer. Nee, je moet het ook echt proppen, je moet echt duwen. Ja, maar als ik duw, dan komt het weer terug. Ik heb ondertussen een kauwgompje ingedaan, dus als er een ballon knapt van mij zo meteen, dan ruikt het wel fris in houden. Oh, dat is wel fijn. Godverdee, ik zie niks meer. En denk dan! Besef hoeveel ballonnen we over hebben. Ja, maar dit kan echt niet. Dit kan echt niet. Oh nee, 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 dat gaat niet! Het gaat helemaal fout. Dat die ballon is straks. Met een ballon in zijn mond. Ik heb hem! Ja, ik wil niet dat we er... Oh. 499 hebben hoor. Voor de 500. Ja jongens, we willen eigenlijk doorgaan. Zodat de auto vol zit, maar dat het nog wel veilig is om te rijden. Ik wil minimaal één spiegel kunnen zien. En bij mijn rempedaal kunnen. Want ik zei dat ook al tegen Rowan. Als er eentje onder mijn rempedaal komt, dat moeten we niet hebben. Dus het is sowieso heel dom. Doe dit niet thuis na, maar alsnog willen we zoveel mogelijk proberen uit te halen. Wow! Woejoe! Oh, wat leuk! Hoor, dat ding wordt helemaal lijp, joh. Hebben we in ieder geval één partyballon. Doe er gewoon eentje. Je wil al die confettiballonnen doen. Natuurlijk. Oh, god. Wat grappig. Maar eerlijk, als we dit zeg maar een beetje klaar zijn, hebben we zo'n beetje 200 ballonnen. Ik had niet verwacht dat er zo weinig in de auto konden. Nou, ik wel hoor. Ja? Ik had echt verwacht dat we die 500 wel zouden halen. Ik dacht dat we bij 100 al genoeg hadden. Deze zijn ook echt groot, trouwens. Oh, dat laatste ballonnetje, jongens, ik knoop hem nu dicht. Nou, we hebben het iets minder dan 200 nu. Zeg maar, nu is wel het moment dat ik denk, oké, nu kan ik nog zeg maar in mijn spiegels kijken. Nu zien jullie ons nog en is het nog relatief veilig om te rijden. Want het is natuurlijk niet verantwoord om te gaan rijden als je helemaal niks meer ziet. Nou wordt het voor jullie sowieso vrij lastig om ons een beetje goed te zien nu, maar we hebben ons best gedaan. Ja, daar zit je dan. Rowan? Oh, hey Rowan! Zo, als jij nou even zo blijft zitten, dan heb ik alle ruimte om te rijden. Ik doe de navigatie wel. Doe jij de navigatie maar. Maar één voordeel, airbag hebben we niet nodig. Ik zie jou ook gewoon niet. Volgens mij zien de kijkers jou ook helemaal niet. Jij bent gewoon begraven. Okay. Nou, nu de auto helemaal volbeladen zit, ben ik benieuwd wat ze zullen zeggen bij de McDrive. Iedereen zit al helemaal te kijken van wat gebeurt hier, ouwe. Er komt even de auto voorbij vol met ballonnen. Nou, voordat we gaan kijken wat de McDrive-medewerker of medewerkster ervan zegt. Ja. Moeten we eerst, ja, top. moet ik even een SD-kaartje nog terugbrengen naar Ruben. Nog van de shoot van Assen. Die lag nog bij mij. En bij ons is de McDonald's in Scharen. Ruben wil het ook in Scharen. En dan ben ik gelijk wel even benieuwd wat hij ervan vindt. Ruben schudt al nee. Kijk, kan het raam open zonder dat wegwaaien, denk je? Maar, wat vind je ervan, jongen? Maar hoezo? Dit is toch leuk? Vraag me oprecht af of het legaal is. Ja, dat vragen wij ons ook af. Maar we hebben zeg maar ervoor gezorgd dat mijn rempedalen zo vrij zijn. Ja. En dat ik minimaal één spiegel heb. Ja. En voor de rest eigenlijk niet. Oké. Okay. Nee! Nee! Dit is echt zonde! Mag mijn SD-kaart er? Nee, niet meer! Nou, maar jullie gaan nu door de drive of zo? We gaan nu door de drive. Ik ben heel benieuwd wat onze vriendelijke vrienden van de McDonald's hiervan gaan vinden. Misschien maken we wel weer iemand zijn dag. Net zoals die vrachtwagenchauffeur. Hallo! Hey. Wil je een ballon? We zijn vandaag ballonnen aan het uitdelen. Dan heb je een leukere werkplek, alsjeblieft. Nice. Wil ik even vinden, alsjeblieft. Oh, je kon het zien! Ja, we hebben dus gaan kopen. Maar we hebben een feest. Nou ja, ja, soort van. Ja. Niet helemaal. Nee. We doen ons best. Ik hoop dat je niet ontploft bent in de auto. Nee, dat komt wel goed. Hier wordt je hier. Top, dag. Dankjewel. En werk ze, hè? Dankjewel. Yo, yo, yo. Nou, ze vond het wel leuk. Ze vond het wel leuk. Helemaal blij met het ballonnetje. Godverdee, ik kan niet eens rustig eten hier ook. Die meen je niet. Er rijdt letterlijk politie voorbij. En ze doen gewoon niks. Ze rijden gewoon weg. Oh mijn god. Nou, wat had je verwacht? Ze zijn helemaal naar ons toegekomen, jongens. Mag niet. Ik denk dat mag. Nou, het lijkt me niet heel legaal. Maar ook niet illegaal. Hallo, buurjongen. Hallo. Hey. Hey. Hey, wat vind je ervan? Dit straalt toch een en al gezelligheid uit? Gezellig. Wil je niet even een paar ballonnetjes in je huis? Nee, ik wil er geen één zien. Nee? Hier.
Eentje met confetti, Emma. Eentje met confetti. Ja. Kijk, wat leuk. Het zit zelfs aan de buitenkant van je auto, jongen. Ja, dat is een beetje fout gegaan. Noah, ik zie niks. Ah, doei. Zo, nu al die ballonnen weer terug. Oh mijn god, waarom was dit ook een goed idee? Eerlijk, vanmorgen dat ik wakker werd, had ik niet gedacht dat ik vandaag zo in de auto zou zitten. Nou, zo red ik het wel naar huis toe. Yo, maat! Reffen! Gas, bekijk je! Hey, what the fuck, Gas? Wat wil je dat doen? Ik heb mijn auto volgestouwd met ballonnen tot het dak aan toe. Waarom? Ja, voor de vlog. Hey, content, man! Was het lekker? Ja, lekker, man. Wat ga jij doen dan met die lijpe bus? Ja, even sporten. Even sporten. Lekker, man. Ja, mijn auto is zonnig uit de dus ik dacht, pak de bus maar. Lachen. Ja, het was gewoon een spontaan idee, dus Heb je die allemaal met je mond opgeblazen? Ja, alles met de mond, ja. Ga eens een keer nog kunnen ademhalen. Ja, dat is echt niet oké. Okay. Ik had ook van die pompjes gehaald, maar die waren niet nodig. Oh. Want ik had 500 ballonnen gehaald, hoeveel denk je dat erin zitten? Nee, niet alle 500, toch? Nee. Denk... 200? Ja, 150 man, toen hield het op. Oh, wat kut. Nou, pas hier nog wel een beetje. Ja, maar er is nu natuurlijk heel veel uit, omdat Roan die was mee. Die zit nu niet meer in de auto. Maar okay. We waren echt helemaal ingebouwd tot hier, zeg maar. Oh mijn god, geniaal hé. Het ziet er ook zo dom uit, zo'n auto vol met ballonnen. Dat was ook weer zo'n dom idee. Maar goed, voor de 600ste keer, ik ga zo meteen editen. Ik denk niet dat ik de edit afkrijg. Want over anderhalf uur vertrekken Roan en ik samen met een vriendin van ons die we lang niet gezien hebben naar Schagen om een hapje te eten. Dus Roan heb ik net thuis afgezet, die gaat zich even opfrissen. Ik ga nu naar huis en dan even begin maken aan edit. Zo. En dan worden we als het goed is naar de stad gebracht door Roan de moeder, want dan kunnen we ook even een biertje drinken. Want ik mag weer bier drinken, jongens! Woo! Want de antibiotica kuur is voorbij. Dus het is voor mij weer tijd om ladderzat naar huis te gaan. Nee, dat valt wel mee. Ik ga me gedragen, maar kan ik in ieder geval 1 of 2 biertjes drinken. Want morgen en overmorgen de dag daarna ben ik een paar dagen aan het werk voor een bepaald project. Maar dat gaan jullie in de volgende vlog zien. Dus ik ga niet te gek doen, jongens. Ik heb de ballonnen weer aan de kant geschoven. Het is echt een hele kunst om uit te stappen zonder dat er wat mors. Ja, nu is het makkelijk omdat ik als enige in de auto zit. Maar moet je kijken, hé. Oh mijn god, heel die auto gewoon ramvol tot het dak aan toe. Zo, we stappen ook gelijk weer in de volgende taxi. Zo, deurtje dicht. Dan gaat de taxi. Vedra is er ook gezellig bij. Yes. Gaan wij die keukens even leeg vreten, of niet dan, hè? Ik heb ook echt zoveel honger. Ja? Dat klonk heel sarcastisch. Oh, nee, echt. Nee? Echt heel veel honger. Oeh, het is tijd voor een heerlijke cocktail. Dames hebben ook cocktails. Proost, santé. Is die goed? Het is goed dat ik niet hoef te rijden. Ja, de honger was weer te groot. Vergeet een shirtje te maken, ik heb hem alweer aangesneden. Oh, hij beslaat helemaal. Kijk, hier hebben we spareribs, hier hebben we uieringen, of wat was het nou? Inktvissen. En er komt nog een carpaccio. Lekker, lekker. Dit wordt genieten, jongens. Top. De volgende ronde. Ik heb lekker hamburgertjes. Ik dacht dat het met broodjes was, maar het is alleen vlees. Maar dat maakt niet uit. Wat heb jij voor lekkers? Ik heb ook een kreeftensoep. Wat heb je? Een kreeftensoep. Een kreeftensoep. En jij hebt, echt een joekel van de pokeball. Zo, volgens mij zit ik helemaal vol straks. Ja, maar eerlijk, als ik dit zou zien, dan zit ik al volgens kunnen kijken. Oeh, en de afsluitronde. Oh, ja, nou, dan gaan we. Oké. Okay. Ja, dan gaat je. Ja, ik heb deze een beetje verkleed, jongens, want ik vind... Ik ben een beetje een lastige eter. Ik lust veel, maar met dingen wat ik niet ken en met dingen wat ik zeg maar niet vaak eet, zoals dit soort dingen. Maar je gaat toch wel. Nee, maar cheesecake vind ik sowieso niet lekker. En hier, dit kan ik eten, maar hou ik niet zo van. Maar dit, weet je wat dit is? Het ziet uit als mosterd. Ja, wat is het? Kijk, hoe goed. Oh, het is hard. Mosterdijs. Goed? Dat is lekker. Ik hou het lekker bij de brownie. Dames en heren, jongens en meiden. Ik ben echt ingestort. We hebben daarna nog 1 biertje nagedaan en ik was echt al de hele tijd tijdens het eten een beetje zo aan het wegvallen. En voordat ik werd opgehaald, ben ik thuis ook in slaap gevallen op de bank. Dus ik zei al van oké, ik ben echt moe. Ik heb vannacht niet zo heel veel geslapen omdat ik gisteren tot laat geëdit heb. Maar ik ben nu ook wel echt klaar. Dus ik zei op een gegeven moment van jongens, ik weet niet hoe met jullie zit, maar ik zou best wel graag naar huis willen. Ik wil echt mijn bedje in. Ik moet eigenlijk nog editen. Dat ga ik uitstellen tot morgenochtend. Mijn lichaam is echt op. Ik ben echt in slaap aan het vallen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik ga hem lekker afsluiten. Wil je niks missen van mijn dagelijkse vlogs? Vergeet dan zeker niet hier beneden te abonneren. En dan kan ik nog maar 1 ding zeggen. En dat is tot morgen om 5 uur bij een gloednieuwe vlog. Ik ga lekker slapen, jongens. Wel te rusten. Adios.